Forex voor beginners nummer 7 les 7 deze gaat over charts lezen. Mijn naam is Mark de Vries van tradewins.nl. Maar eerst even dit. En als je mijn kanaal wil supporten, dan zou ik het leuk vinden als je wil abonneren, dus mocht je dat nog niet gedaan hebben. Like de video, deel hem met je trading vriendjes en vriendinnetjes en reageer ook hieronder met vragen, suggesties, dat soort dingen. Tik ook nog even op het belletje, dan krijg je automatisch een Notificatie als ik een nieuwe video online zet. In deze video gaan we drie soorten grafieken, oftewel charts bij langs. Ik ga ze laten zien aan je. Dat zijn de line charts, de bar charts en de beroemde candlestick charts. En voor deze video schakelen we straks Live over naar trading views, we gaan een klein beetje praktijk doen. Zoals ik al zei, de video's gaan nu iets sapper worden. We gaan wat meer naar de praktijk toe, de theorie laten we wat achter ons. En we gaan nu echt de diepte in. Nou, hoe werkt zo'n grafiek in, in trading en in forex? Het is eigenlijk een visuele weergave van de koers over een bepaalde tijd. En het laat de activiteit zien over een bepaalde periode. En dat kan zijn per minuut, dat kan zijn over een aantal uren, over een aantal dagen, weken maanden wat er ook op die grafiek te zien is, dat is de activiteit altijd over een bepaalde tijd gemeten. Je kan van elke soort asset en van elke markt kan je een grafiek maken. Dus het is voor alle financiële zaken is het van toepassing van aandelen tot forex, crypto. Uh, ETF's, indices, grondstoffen, noem het maar op, overal kan je zo'n grafiekje van maken. En wat je eigenlijk ziet, dat is de beweging van de koers, zoals ik al zei, over een bepaalde tijd. Daar kan je patronen in herkennen en hopelijk ook iets van een herhaling waar je als trader op kunt anticiperen. Nou, die grafiek die heeft een, een i-as en een x-as. Uh, de i-as die vertegenwoordigt de prijs, dat is het verticale gedeelte. En de x-as dat is de tijd, dat is de periode waar we het over hebben. En een leuk weetje, vroeger werden deze grafieken met de hand getekend. Nou, we zijn nu in het digitale tijdperk, dus dat gaat allemaal uh, uh, met eentjes en nulletjes tegenwoordig, maar uh, leuk om te weten dat men dat vroeger met de hand tekende. Wat laat zo'n grafiek zien? Nou, het zijn eigenlijk, uh, als je helemaal naar de basis gaat, zijn het de veranderingen in vraag en aanbod. En elke koop- en verkooptransactie die wordt vertegenwoordigd in die grafiek. En tegelijkertijd laat die grafiek ook zien uh, al het nieuws dat al bekend is, hè? dus uh, traders, investeerders en beleggers die hebben het, uh, het nieuws, de kennis hebben ze tot zich genomen en op basis daarvan ondernemen ze acties en die acties die worden uh, gerepresenteerd in zo'n grafiek. Uh, in die grafiek zitten ook de huidige verwachtingen voor de toekomstige nieuws, hè, dus ook de anticipatie op wat er eventueel in de toekomst uh, zou kunnen gaan gebeuren, politiek gezien, economisch gezien, maar ook uh, de cijfers uh, die uitkomen, de verwachtingen daarvoor, die worden natuurlijk ook uitgedrukt in vraag en aanbod. Dat geeft een bepaald sentiment. Op basis daarvan vertonen traders, investeerders en beleggers een bepaald gedrag. En die verwachtingen, die zie je ook terug. In die grafiek, gerepresenteerd door punten op de grafiek die geplot worden. Nou, als die toekomst dan arriveert, als die toekomst er dan is en realiteit wordt, en uh, die realiteit is anders dan de verwachting, dus wat de investeerders, beleggers en traders hadden verwacht, dan zal die koers weer veranderen. Want eh, dan is er een andere situatie, er wordt weer gekocht en verkocht, de prijs die verandert en dat wordt ook weer in die grafiek weergegeven. En deze cyclus die herhaalt zich eigenlijk. Continu. Dan hebben we drie smaken. Ik noemde het al even in de opening. We hebben line charts, we hebben bar charts, candlestick charts. En om te laten zien hoe die eruit zien, gaan we nu live naar TradingView. Dan zijn we hier bij TradingView. Als eerste laat ik je de line chart zien. Die zie je hier uh, nog eventjes voor wat we net hebben besproken. Hieronder zie je de tijd. Dus dit is. Um de x-as hieronder met uh, de periode. En hiernaast in de verticale rij in, uh, in de y-as, daar zie je de prijs. Dus daar zie je wat op dit moment de wisselkoers is tussen euro en dollar. Ik heb hem nu op een daily chart staan. Dus iedere uh, periode hier is eigenlijk één dag die er weergegeven wordt. En bij zo'n line chart is dat de punten op de grafiek gemarkeerd worden, eigenlijk. Die worden geplot en daar worden lijntjes tussen getrokken. En dat gebeurt van de ene closing prijs naar de andere. Dus aan het einde van de dag, aan het einde van uh, van de periode, van dit, in dit geval een, een 24 periode, dan wordt de closing price die wordt geplot en daar wordt een lijntje naartoe getrokken en dan krijg je zo'n line chart die je hier ziet. We hebben daarmee, en dat is een nadeel van line charts, we hebben daarmee geen details over wat er in de tussentijd is gebeurd. We zien alleen. Alle closes van de afgel afgelopen periode van alle dagen en daar een lijntje tussen getrokken. Dus wat er tussen uh, in die periode gebeurd is, dus gedurende die dag, dat zien we niet in een line chart. Nou, waar is zo'n line chart wel handig voor? Het is handig om uh, trends te spotten. Want als ik een beetje ga uitzoomen, dan zien we hier bijvoorbeeld, even zoomen, zoomen, zoomen. Dan zien we hier bijvoorbeeld een hele mooie uptrend van dit punt naar dit punt, even een lijntje trekken, dat zien we dat mooi. Hier, dit is natuurlijk een hele mooie uptrend geweest, die prijs die zacht hier omhoog. En hier zien we ook een heel mooi voorbeeld van een downtrend. Dan pak ik mijn lijntje er weer even bij. Aan deze kant trekken we die even aan de bovenkant langs. Hier zie je. Een hele mooie downtrend. Dus als je de trend wil spotten of even de big picture wil zien als een soort helikopter view. Dan is zo'n line chart kan handig zijn om het grotere plaatje te zien. En ook hier kun je al bepaalde levels zien. Dus dit is niet wat ik normaal gesproken gebruik. Daar kom ik zo op. Dat zijn de, de candlestick charts. Maar ook hier kan je al zien als ik deze even weghaal dat er bepaalde levels zijn waar de koers op reageert. Ja, dus hier zie je uh, dat de koers van deze lijn afstuit, die grijze lijn. Hier gebeurt dat. Hier stagneert hij. Hier breekt hij er doorheen. Hier stuit hij twee keer heel mooi van die, uh, van die lijn af. Hier zo gebeurt dat ook nog een keer. Hier gebeurt dat trouwens. En dan breekt hij er doorheen, komt hij precies weer terug naar die, uh, naar die grijze lijn. En hier ook. Dus... Uh, nog niet. We hebben het nog niet over strategieën en over entries en dat soort zaken, maar ik hoop dat je ziet dat zo'n line chart dat je daar eigenlijk al op kan zien dat die koers bepaalde dingen herhaalt en dat de geschiedenis zich herhaalt en daar kunnen wij als traders natuurlijk in de toekomst op anticiperen. Dan gaan we naar de volgende en dat zijn de bar charts. En dan ga ik een beetje inzoomen om even een paar van die bars om die duidelijk in beeld te brengen. Pakken we even de laatste, hè? want de, de prijsactie, ik hoop dat je dat ziet, het koersverloop gaat van links naar rechts. En aan de rechterkant heb je altijd de meest up-to-date informatie. Goed, um, meer informatie. Dit zijn, dit worden ook wel, de bar charts worden ook wel OLHC candles genoemd. Dus de open, de low, de high en de close. En die worden hier uh, eigenlijk afgebeeld als streepjes. Dus de lengte. Hier zo, dat is het hele bereik geweest van de koers binnen een bepaalde periode. In dit geval ook weer een dag, dus 24 uur. En het is eigenlijk de range, de price range voor elke periode. Dit kan je ook met minuten doen. Dan is elk uh, stokje of elke bar is een, uh, is een minuut. Kan op vijf minuten, een uur, vier uur. Maar die periode die wordt weergegeven met zo'n bar. En die hebben streepjes aan beide kanten. Zoals je hier kunt zien en hier kunt zien. En die streepjes die vertegenwoordigen... De open en de close. Dus in plaats van dat we alleen de close hebben zoals we bij de line chart hadden, hebben we hier ook de open en we hebben hier ook de highs en de lows. Want de uiterste puntjes van deze bars, hier en hier en hier en hier, um, dat zijn de highs en de lows geweest. En daar is de koers op een bepaald moment gedurende het leven van zo'n bar chart, uh, is de koers daar geweest. En eh, het streepje hier zo aan de linkerkant, dat is de open. Het streepje aan de rechterkant, dat is de close. En dan zie je ook dat de groene bars, die hier groen weergegeven zijn, daarbij was de close hoger dan de open. En bij de rode bars, dus dat, is een, dat noemen ze een, een bearish bar, daarbij is de close lager geweest dan de open. Ja, dus ik hoop dat je ziet dat hier. ...veel Meer informatie in zit dan uh, bij de line chart die we net zagen. En dan gaan we tot slot gaan we naar de candlesticks, mijn favoriet. En daarvoor heb ik eventjes uh, toepasselijk uh, de euro-Japanse yen gepakt, want dit zijn de worden ook wel Japanse candlesticks genoemd. En is eigenlijk een variatie op de bar chart. We zien exact dezelfde informatie. Maar mooier, tussen aanleidingstekens, smaken verschillen. Als jij bar charts wil gebruiken, dan, dan mag dat. Maar we zien dezelfde informatie, alleen met een groot verschil dat de streepjes vervangen zijn door bodies en wicks, zoals ze dat noemen. Even over de kleuren. Ik heb, net zag je de bar charts in het groen en in het rood. Groen voor een opgaande bar en rood voor een neergaande bar. Dus een bullish bar was, was groen. En een bearish bar was rood. In dit geval gebruik ik andere kleuren, om, puur esthetisch, puur omdat ik het mooier vind. Uh, mooie donkerblauwe achtergrond met uh, witte candles voor, voor bullish, dus opgaand, en gele candles voor bearish. En dat, is, um, dat zijn de neergaande candles. En die streepjes die zijn dus vervangen door bodies en wicks. En de, de uiteinden, de puntjes, die worden bij zo'n candlestick ook wel de wicks genoemd, dat zijn de highs en de lows. En als we dan kijken naar zo'n uh, bullish candle, dus een opgaande candle, dan is de open de onderkant van de body, dus de onderkant van dat gevulde stuk, en de close, dat is hierboven, dat is de bovenkant van die body. En die streepjes die eruit komen, dus ze worden candles genoemd, dus dat zou je het lont uh, kunnen noemen van een kaars. Uh, die bovenste, dat streepje, dat uiterste puntje, dat is de high geweest, en die onderste, dat is de low geweest, gedurende die periode van in dit geval ook weer een dag. Dus zo'n candle die stelt één dag voor. De onderkant, dat is de low waar die geweest is. De bovenkant is de high. De bovenkant van de body is de close en de onderkant van de body is de open. En dat geldt voor een bullish candle, voor een opgaande candle. Hebben we een neergaande candle, dus in dit geval de gele candles, dan is dit nog steeds de high, de bovenkant van, van de wick, en de onderkant, dat is de low. Maar in dit geval is de open aan de bovenkant, dus dat is de bovenkant van de body, en de close, dus waar de koers gesloten is, dus lager dan de open, dat is de onderkant van de body. Nou, voor de rest uh, van deze cursus zal ik deze Japanse candlesticks uh, blijven gebruiken. Dit is uh, wat je eigenlijk alle traders uh, ziet doen. En het leuke van deze candles is, is dat er ook bepaalde patronen in kunnen vormen. Je ziet hier bijvoorbeeld, ik zal even een mooi voorbeeldje erbij pakken. Dan gaan we misschien al iets te ver uh, de diepte in, maar uh, nou ja goed, we, we doen het eventjes. Hier zie je bijvoorbeeld dit kandeltje, deze kleine candles. Dat zijn hele kleine candles met, met wicks aan de bovenkant. En eh, dat zal je ook zien als je meerdere patronen gaat bestuderen. En, en vaker naar die price action gaat kijken. dan zie je op een gegeven moment patronen zoals dit. die een reversal in kunnen luiden, zoals we dat noemen. Want we zien hier de koers omhoog gaan. Hier gebeurt iets met die candles. Daar kom ik later wel op terug. Maar hier gebeurt iets met die candles, waardoor dit. De geanticipeerde beweging is. Dus dit is de beweging waar je op in zou kunnen spelen. En dat gebeurt eigenlijk overal op die chart. En die patronen, als je die eenmaal kunt herkennen, dan kan je daarop inspelen en kan je daar winst mee maken. Dan kan je trades mee winnen. En dat zijn niet alleen de, de candles zelf. Hè, dus die hebben ook allemaal prachtige namen. Daar kom ik ook nog wel een keer op terug. Uh, maar ook de patronen van verschillende candles onderling en de verhoudingen tussen die candles en bijvoorbeeld gaten tussen candles die er zitten. Hè, hier zie je bijvoorbeeld, ik kan wel even markeren, hier zie je bijvoorbeeld een gat tussen. Je ziet dat al die candles overlappen, hè? dus die raken elkaar allemaal, maar sommige candles, er zit een gat tussen de eerste en de derde. En die middelste, die is niet gevuld. Een voorbeeldje, wat vaak gebeurt, is dat de koers naar zo'n gat terugkomt om de orders die hier nog stonden, om die te vullen. Nou, ik wil niet te veel de diepte ingaan nogmaals, maar dat zijn dingen die je met die Japanse candlesticks, als je daar kennis van hebt en als je begrijpt hoe dat werkt, dan kan je je chart op een bepaalde manier analyseren, waardoor je meer wint dan verliest. En als je dan ook nog eens een keer meer wint op je winnaars dan dat je verliest op je verliezers, dan kan je geld verdienen met, uh, met forex trading. Hier ook hier onderin, dat is ook een bekend patroon, zie je hieronder al die lange uh, wicks, al die lange staafjes aan de onderkant. Nou dat is een teken dat, er, uh, dat het heel goed zou kunnen dat de koers hier om gaat keren. Dat is ook gebeurd, dat zien we nu omdat we het weten. Maar uh, dit is een indicatie, die onderkanten van die, uh, van die candles, dat de kopers zijn. Want die duwen als het ware iedere keer die koers een klein stukje omhoog. Dat zien we. Door die lange wicks aan de onderkant. En dus de koers is hier geweest, maar is daarna weer teruggedrukt terug en daar gesloten. Hier ook, de koers is hier geweest, maar bovenaan is die gesloten. Hier ook, de koers is helemaal hier beneden geweest, maar die kopers hebben iedere keer die prijs weer omhoog gedrukt. Nou, als je dat ziet, dan kan het een indicatie zijn dat die koers uiteindelijk, zoals je hier ook ziet, verder omhoog zal gaan. En als je dat weet, en als dat vaker gebeurt dan dat het andere gebeurt, hè, dan dat die naar beneden gaat, dan, uh, dan heb je iets te pakken waar je op de lange termijn uh, geld mee kan verdienen als, uh, als forex trader. Dus we hebben de line chart, heb ik je laten zien, ik heb je de bar charts laten zien, en mijn favoriet die je hier ziet, dat zijn de Japanse candlesticks. Dat voor wat betreft de korte inleiding tot charts en de verschillende manieren waarop prijs vertegenwoordigd kan worden en gevisualiseerd kan worden in een, in een grafiek. Vond je deze video leuk? Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je even, like en share deze video. Reageer ook hieronder. In de volgende video gaan we nog wat verder de diepte in en gaan we kijken naar dingen als support en resistance. Ik heb net al even een klein tipje van de sluier opgelicht hè, met, die, uh, met die mooie grijze streep waarvan je kon zien op de line chart dat de koers daarop reageerde. Dus uh, daar gaan we straks mee verder. Tik ook nog even op het belletje, dan krijg je automatisch een melding als ik die nieuwe video online zet over support en resistance. Check ook vooral nog even de links in de beschrijving en dan zie ik je in de volgende. Happy trading!